Wat hebben we dit keer voor bij de koffie? Nou, ik dacht iets origineels te hebben. En in feite is dat ook wel zo. Want we hebben het over een hele nieuwe merk. Of een heel nieuw merk. Die in het snoepgoed zit. En voornamelijk in chocolade en toffee. Waar hebben we het dan over? Over Johnny Doodle. En het lijkt een beetje op een cartoon karikature. Of een tekenfilm. Ze bestaan eigenlijk net een jaar. Kijk maar, sinds 2015. En ze denken waarschijnlijk van, nou, wat een ander kan, of die net begonnen is, kunnen wij nog beter. En ze komen gelijk met een originele smaak op de markt. Is in ieder geval dark en salty fudge. En met de wikkel is iets aparts aan de hand. Want normaal gesproken zou dit de onderkant zijn en dit de bovenkant. Maar ze hebben het net even omgedraaid. Waarom? Eigenlijk heel logisch. Want als je dit openmaakt, dan heb je gelijk, dan kun je gelijk uitdelen, laat ik het zo zeggen. En anders zou je hem dan weer om moeten draaien. En ja, het is een extra werkje misschien. Maar het is wel een logica, dat wel. Ingrediënten zie ik in het Frans en in het Nederlands ook. Of in het Engels ook nog een stukje. Of lijkt dat maar zo? Nee, het is Frans. Ja, Frans. Dus in feite ook voor de Vlaamse bedoeld. Vlaamse markt, Belgische markt. Ingrediënten, cacaomassa, suiker, 17% fudge, suiker, plantaardige vetten en palmolie. Waar zit dat tegenwoordig niet in? Glucosestroop, magere melkpoeder, zeezout is 1,5%. En de rest zijn een beetje hulpstoffen. En daarnaast nog een extra smaakstof, vanille aroma. Cacao, bestandmiddelen. Tenminste 53,1%. En het kan sporen van een ei, gluten, lupine, noten en pinda's bevatten. Leuk is ook weer de tekst. Look, I am your dark father. Beetje de Star Wars kant uit. Maar ze kunnen het niet helemaal uitroepen. Ze moeten er even een klein beetje een twist aan geven. Dark and salty fudge. Is het inderdaad, word je er blij van? Hè? De lichte kant. Of juist valt het tegen naar de donkere kant. Of juist andersom. Dat zou nog kunnen. Nou, laat ik het eens gauw openmaken. Dan zien we de rest van de tekst misschien ook nog een beetje in beeld. Oké, dat is een verrassing. Er zit ook een foto aan de binnenkant. We have fudge, staat hierbij. You look hungry. En daar staat er nog bij, bite me. Dat heeft verschillende betekenissen. Fudge at my heart. En daar hebben we het ongeveer wel een beetje gehad, geloof ik. Ja, daar hebben we het gehad. Nou, de foto kan ik ook nog even laten zien. Dus dat ze eigenlijk eerlijk bezig zijn. Of in ieder geval laten zien waar het vandaan komt. Ook weer grappig. Kun u ook even lezen. Nou, zo zien dus cacaobonen er rauw uit ook. En dat zijn die hele grote, zoals ze pas uit het struik of boomgewas komen. Nou, ik ben erg benieuwd. De folie is al merkwaardig opgevallen. Dat komt me trouwens bekend voor. En andere die je ook pas gebruikt. Of pas in de chocolade zit. Oh, kijk. Nou, kijk, dan weten we dat ook weer. Zo ziet dat er dus uit. Nu de smaak. Ik ben erg benieuwd. Zit er zout in de fudge of juist in de chocola? Nou, ga maar eens een klein stukje nemen. Hoewel er 1,5% zout in zit,
kan ik niet zeggen dat ik het er nou echt aan afvoel of proef. Wat zout dan wel met chocola doet, het geeft er weer een extra kick, een extra diepte, een extra warme smaak. Dat wel. En de fudge, ja, dat vind ik eigenlijk een klein beetje een tegenvaller. Dat kan beter, wat mij betreft. Maar de combinatie werkt wel. Ik denk ook hoofdzakelijk de zout in de fudge zit. Proef ik nu. Oké, nog één hapje. Ja, over het algemeen is het erg lekker. Aan de andere kant, de chocolade is van erge goede kwaliteit. Ik vind hem erg lekker. Aan de andere kant is het niet zo heel speciaal. Hij kan een beetje vergelijken als Lindt chocolade of onze eigen Verkade. En dat is het in feite. Erg kort en krachtig, maar zo is de smaak in feite ook. Ik dank u voor het kijken. Heb nog een hele fijne dag. Of anders een prettige avond. Dag.